De particuliere lijnbushoudersorganisatie, de PLO, mag nieuwe tarieven voor busroutes hanteren, bevestigt transportminister Albert Jubitana vandaag. Partijen zijn gisteravond na intensief onderhandelen overeengekomen dat een bedrag van €12,50 gehanteerd mag worden voor een stadsrit. Ook is bepaald dat partijen tot en met 31 maart de ruimte creëren om een deel van de nieuwe tarieven te onderwerpen aan doorlichting voor compensatie door het ministerie van Financiën en Planning. Overeengekomen is 16 SRD per passagier, waarvan de passagier zal betalen €12,50 en €3,50 de overheid. De ingangsdatum hiervan heeft te maken met het feit dat ook Financiën moet kunnen dragen het bedrag dat gesubsidieerd zal worden. En in dat traject zitten we van goedkeuring van dit bedrag kunnen we inderdaad ophoesten per maand. Daar kunnen we mee leven en de samenleving hoeft niet de volle pond te betalen. In dat traject zitten we nu. Ik begreep dat er heel veel berichten in de social media zijn geslingerd of men heeft het daar gedropt. Maar de gemeenschap weet toch ook dat en de bushouders weten toch ook dat er een formele weg is die bewandeld moet worden. De nieuwe tarieven worden sinds gisteren gehanteerd door de PLO, omdat volgens voorzitter John Mahadeusin de chauffeurs en bushouders niet langer konden wachten. En door de afkeurende reactie vanuit het ministerie gingen leden van de organisatie terstond in actie.